Goedendag, wij zijn de gastpresentatoren van het Klokhuis. Wij zijn Julian, Timo en Jesper. Vandaag hebben we een aflevering over water. Nederland strijdt al jaren tegen het water. Dat komt doordat Nederland onder het zeeniveau ligt. Maar in 1953 ging het mis in Zeeland. De dijken werden doorbroken en Zeeland lag onder water. Ook nu zijn er nog veel problemen met water. Zoals in Afrika, met drinkwater. Nu krijgen jullie een animatie te zien over het drinkwaterprobleem in Afrika. Nu krijgen jullie een interview te zien met Henk Voorland. Hij legt uit wat Stichting Waterfront Horen doet en wat voor plannen ze hebben met de mooie kustlijn van Horen. Hallo, ik ben Anjot Riesen. Ik ga een interview houden met Henk Voorland. Hij werkt voor de Stichting Waterfront Horen. Goedemorgen Henk. Wat is Stichting Water voor Horen? Stichting Water voor Horen richt zich op de waterrecreatie van en voor Horen. De bevaarbaarheid en het openhouden van Horen en Horenzoom. Letters van je naam blijven in het zand niet staan. Wat zijn de projecten die jullie al gedaan hebben? Wij hebben een tweede helling voor elkaar gekregen in de Schelphoek. Een andere plek dan waar we hadden gewild. We zijn bezig met een tegenactie tegen het groeien van alle wieren hier in het Horenzoom. En we zetten ons in tegen de uitbreiding van de witte vloot hier in de haven. Hoe willen jullie dat die wieren dan aanpakken, dat ze minder worden? Maaien. Alleen het nadeel is dat maaien kost geld. Dus er moet nou een gevonden worden om die gelden bij elkaar te financieren. En ik denk dat dat moet met samenwerking van de omliggende gemeente. Laten we dansen, liefste. Dansen aan. Hoe ziet de stichting de toekomstige kustlijn van Horen? De kustlijn van Horen, ja, hoe zien we die? Vanaf de Grote Waal, zeg maar, Stadstrand. En dan vervolgens bij Westerdijk een boulevard. Overgaat hier in de historische haven. Dan de upgrading van het Indiana Park. En dan een herinrichting van de Schelpen. Met een recreatieve functie. Wat zou de eventuele belemmeringen zijn? Geld. Milieu. Stemmingplannen die gewijzigd moeten worden. Een heel scala aan ja, vooral ambtelijke zaken. Is deze verandering van de kustlijn belangrijk voor Horen? Heel belangrijk. Het is, wat ik al eerder zei, het is 10 kilometer kust. Wij qua werkgelegenheid een hele hoop van te doen. Het is echt een kans. Ik vind het gewoon niet op te pakken. Regionaal kan het gewoon een hele hoop een hele economische boost geven. Hartelijk bedankt voor het interview, Henk Voorhands. Graag gedaan. Waterfront Horen is een stichting voor de waterrecreatie van Horen. De stichting heeft een helder beeld over hoe de kustlijn er over 20 jaar uit moet zien. De kustlijn biedt nu volop kansen. Maar er zijn ook bedreigingen zoals milieu, wetgeving en de financieringen. Maar met creativiteit en de juiste inzet kan Horen veel beter
op de kaart worden gezet als watersportstad. Nou, dat was leuk, een interview over Stichting Waterfront Horen. Ja, wat leuk, hè, jongen. Dat was wel cool. Maar nu krijgen we weer een animatie te zien over een dijkdoelbaar. En dat is natuurlijk ook erg leuk. Hey, psst. Oh, hadden jullie het gezien? Die fantastische animatie, film over een dijkdoorbraak. Nu krijgen we een interview met de mensen van Humanitas. Zij vertellen iets over aquaponics. Humanitas heeft een nieuw stadion ontdekt, genaamd aquaponics. Aquaponics is het kweken van vissen en planten in één systeem. Bij aquaponics worden meerdere vissen gebruikt voor het kweken van producten. Waaronder de meerval, de karper, de rivierkreeft, en de garnalen. U heeft net al gezien wat aquaponics een beetje inhoudt. Hier volgen we een interview met twee werknemers van aquaponics. Hoe bent u op het idee gekomen om dit te maken? Uit ideologische overweging. Het probleem van het water is toch een soort steeds groter. En het dicht bij huis produceren van voedingsmiddelen is ook steeds belangrijker. Wat zijn de kosten van een aquaponics broeikast? Dat hangt geheel af van hoe groot je het gaat doen. Je kunt heel groot gaan doen, maar dus dan kan ik niet echt daar iets op zeggen. Denkt u dat een aquaponics broeikast wereldwijd gebruikt kan worden? Je kunt het overal gebruiken, ja, zeker omdat het binnen een gebouw eigenlijk goed kunt overal zijn. Je kan het helemaal reguleren. Is het mogelijk om van een aquaponics broeikast een kleine versie te maken? Voor thuis is het denk ik te klein, want je hebt minimaal een pomp en een bassin, dus als je, dat is gewoon te klein. Je hebt gewoon minimaal moet je voor een leefgemeenschap, voor een asielzoekerscentrum, voor een, dat mensen, dat er minimaal zoveel mensen voor zijn die ook dat eten. Wat voor materialen worden gebruikt om een installatie te maken? Zoals ik zei, bijvoorbeeld een bassin, een kweekbak, en je hebt geen tafels nodig voor de planten, veel PVC-materiaal, wat stellingen voor het niveauverschil, filters. Hoeveel mensen werken er bij aquaponics? Dat is varieert een beetje per project. En de project is groter dan de andere, maar dan tussen de 3 en 10 mensen. Zijn de producten die bij aquaponics gekweekt worden beter dan de producten die op het land gekweekt worden? Daar kun je wel stellen, en zeker met vis. Omdat het meer gecontroleerd is en meer gecontroleerd in een gesloten omgeving. Is aquaponics bij veel zakenbedrijven bekend? In toenemende mate meer, maar er kan geen genoeg bekendheid meer aangegeven worden. Dus het is geen goed idee. Waar worden de vissen vandaan gehaald die gebruikt worden bij aquaponics? Uit eigen kweek van groepen en ook bij kweekers in Nederland. Het varieert per wat voor soort vis je kweekt. Bij een tilapia tot maximaal 150 kilo per kuub aan water. En bij de meerval 500 kilo. Waarom worden precies die vissen gebruikt? Nee, dat is net zoals zeg maar, in de vleesindustrie gebruikt men bepaalde varkens en bepaalde kippen. Die dus snel groeien. En dat heb je deze vissen die we gebruiken. Wordt dus inderdaad een meerval
die later hebben vanwege groei, een korte groeimiddel. Dit was onze presentatie. Bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Tot ziens! Dat interview was erg boeiend, hè? Maar we sluiten nu af met... Maar we sluiten nu af met mooie beelden van Oren. Above the water, my feet can't touch the ground, and it feels nice. I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting. Dit was de presentatie van PTA. Ik hoop dat je het leuk vonden. Stijf en zet.